protestactie op de Grote Markt een tijdje geleden op 25 maart 2014 tegen de uitspraken van meneer de burgemeester op vlak van de Berbergemeenschap. Zijn er manifesten op, al zijn er mensen, betogers opgepakt en afgevoerd. Erna heeft men een gasboete ontvangen. Ik vroeg me af hoeveel mensen er een gasboete ontvangen hebben. Hoeveel er van hen eigenlijk in verweer zijn gegaan. Een aantal die ik zelf ken zijn niet in verweer gegaan omdat ze de administratieve rompslomp niet aandurven. Blijft u achter zo'n instrument staan als de uitkomst zo verschillend is? Hoeveel van degenen die in verweer zijn gegaan hebben hun gasboete herbevestigd gezien? Hoeveel zijn er geseponeerd geweest? En welke reden werden daarvoor aangegeven? Burgemeester. Ja, ik kan u wel een aantal cijfergegevens geven. Wat betreft de appreciatie van een en ander, ik heb het al denk ik tientallen keren uitgelegd hoe de gaswetgeving precies in elkaar zit en dat dus mijn persoonlijke appreciatie ervan of de uwe, dat die eigenlijk irrelevant is. Wij passen hier gewoon de wet toe. De sanctionerend ambtenaar is uiteraard een onafhankelijk ambtenaar die niet optreedt in naam van de burgemeester of op instigatie van het stadsbestuur, maar die onafhankelijk is. Maar de cijfers, die kan ik u wel geven. 211 gas-PV's zijn er opgemaakt door de politie. En er zijn 211 boetevoorstellen gestuurd. Dus op basis van de vaststelling, het PV, het gas-PV, in dit geval door de politie opgemaakt, hebben de sanctionerende ambtenaren 211 boetevoorstellen verstuurd, waarop 130 betrokkenen verweer hebben ingediend. En dat verweer heeft voor al die mensen op eentje na geleid tot een mildering van de sanctie. Men heeft een verwittiging gekregen, eigenlijk een brief om te zeggen dat dit niet mag en dat dat niet in de toekomst niet meer mag voorkomen. Wat natuurlijk wel zijn belang heeft, als de betrokken dat weer zou doen, dan is dat verzwarend. Maar voor alle anderen heeft men dus de boete laten vallen, is die geseponeerd. Dat zijn eigenlijk de cijfers. Maar zoals ik u zeg, als u wil weten waarom, wie, hoe, wat, waar, dan moet u natuurlijk beseffen dat dat hetzelfde is alsof u aan de minister van Justitie zou vragen waarom een bepaalde rechter een vonnis of arrest heeft uitgesproken en of hij het daarmee eens is. Ja, mevrouw Kastits, uw lichaamstaal bewijst dat u het er niet mee eens bent, maar dat is eigenlijk zijn de fundamenten van de rechtsstaat. Dat is de scheiding der machten. Het is niet aan ons om van onafhankelijke ambtenaren achteraf in deze gemeenteraad een herdeliberatie te doen of dat ze hun werk goed doen, net zoals de minister van Justitie dat niet doet. Over rechters. Dat is tamelijk elementair. U wenst nog te reageren? Ja. Ik vraag me af of de gazetten hier weer al fout waren. Sascha van de Wielen zit zelf in het publiek, dus ik kan daar zelf straks op reageren. Maar volgens Gazet van Antwerpen heeft uw perswoordvoerder aangegeven dat er 86 van degenen die in verweer zijn gegaan wel een boete ontvangen hebben. Dus vraag ik mij af van waar dat die cijfer komt. Als er 129 van de 130 een mildere straf gekregen hebben, dan stel ik mij de vraag of dat dan wel nuttig was om iedereen een gasboete te geven. Degenen die niet in verweer zijn gegaan, hebben de gasboete dan braafjes betaald. Dit geeft toch aan dat er echt wel een probleem is op dat vlak. De politieoptreden zelf, daar denk ik wel dat u daar wel voor verantwoordelijk bent. Burgemeester. Ja, het gebeurt wel eens dat mensen die in beroep gaan inderdaad een mildere straf krijgen. Mensen die zich in eerste aanleg berusten, die berusten zich in eerste aanleg. Dat lijken mij redelijk elementaire zaken te zijn in de rechtsstaat. Goed. Wens u nog iets toe te voegen, mevrouw Kastit? Of kunnen we hierbij afronden? Graag uw micro gebruiken. Ja, was de politie, uw woordvoerder, uw perswoordvoerder, was hij dan in fout of waren de kranten in fout? Ik zal dat vragen aan meneer Van de Wielen als ik hem tegenkom. Alleszins zeg ik u dat de cijfers zoals ik u gegeven heb, dat dat de juiste cijfers zijn. Goed, dan sluiten we hier bij deze commissie en wens ik jullie nog een fijne avond.